What's up, iedereen? Welkom terug bij een nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Wat gaan we dus ook doen, elke week is tonen wat ik vorige week gezien heb. Op DVD, op Netflix, op Disney, of maakt niet uit, op Blu-ray, het maakt niet uit. Dus we gaan een keer tonen wat we allemaal gezien hebben vorige week. De ene week zal het wat meer zijn dan de andere week. Bijvoorbeeld in de late, toen kijk ik 's morgens naar de film en toen ben ik nog wakker. Maar het kan soms een keer zijn, als ik de vroeg na, dat ik in slaap val en dat ik misschien maar 2 of 3 films ga gezien hebben, dat ik het in stukken ga gezien hebben ofzo. Het is te zien hoe dat met een shift zit natuurlijk. Maar vorige week heb ik wel 5 titels gezien. We gaan een keer bespreken welke films dat ik allemaal gezien heb. En ik heb hier ook IMDb bijgehaald, hier op de computer. Daar kan ik een beetje uitleg geven en een beetje dingen opzoeken ofzo. Goed, oké, we gaan beginnen bij de eerste titel. De eerste titel dat ik gezien heb op Blu-ray was dat met Sylvester Stallone. Dat is Bullet to the Head. Voilà. Staat er nog een keer bij. It's Killer versus Killer and Stallone is back to his best. Ik vind van niet. Ik heb die film gezien, ik vond dat niet zo super. Dat is directed door Walter Hill, zie ik staan. Walter Hill is bekend van... we gaan een keer vlug kijken. Director, klik. En wat heeft jij gedaan? Oh nee, dat is producer. Wacht, ja, oké. Okay. Voor wat is hij bekend? Of wat ik bekend? Ah, 48 Hours met... Eddie Murphy heeft hij gedirect. Dan Red Heat met Arnold Schwarzenegger heeft hij ook gedaan. Another 48 Hours heeft hij ook gedaan. Undisputed, dat is waarschijnlijk dienen met Wesley Snipes. Ja, dat is ook nog een bekende. Allee, voor mij toch. Voilà, dat zijn een beetje de meest bekende. Voor de, Last Man Standing met Bruce Willis, die heeft hij ook gedaan. Maar die heb ik zelf nog niet gezien. Goed. Ja, voilà. Dus Bullet to the Head. Ik vond het niet zo super, maar misschien zijn er andere mensen die dat wel ook heel goed vonden. Het is natuurlijk allemaal persoonlijke smaak, hè. Goed. We gaan een keer terugkeren. Voilà. Ja, de volgende film dat we gezien hebben is Showdown in Little Tokyo. Dat is voor mij persoonlijk een super goeie film. Dat is gewoon een 90s... actiefilm, ik ga een keer intikken, Showdown in, ja, voilà, het komt er al op. Dat is een film van 1 uur en 19 minuten van 1991. En dat is echt zo'n typische 90s actiefilm, gedirect door Mark L. Lester. En die is ook bekend van, we zullen een keer vlug kijken, director, previous... Voilà. Zijn er dingen dat ik ken? Firestarter. Commando. Met Arnold Schwarzenegger. The Base. Dat ken ik ook. Dat is met Antonio Bandera. Nee, Antonio Bandera, wat zeg ik nu? Met, hoe noemt hij nu weer? Oh, ben het kwijt. Mark Dacascos. Waarom zeg ik Antonio Banderas? Weet ik veel. Dat is het. Dus dat zijn een paar films dat hij direct heeft, maar zoveel bekende zijn het niet. Commando is natuurlijk super bekend met Arnold Schwarzenegger, maar ik ga het even met een bril afdoen, want anders zit dat licht in mijn bril. En dat is misschien ambetant voor naar te kijken. Goed, we gaan verder. Dus die film is met Brandon Lee en Dolph Lundgren. Lundgren. Dus Dolph Lundgren is van Rocky 4 zeker. Ja, dat is bekend van Rocky. En Brandon Lee doet ook mee in The Crow. Dat is de zoon van Bruce Lee. Ja, supergoeie film. Zeker een aanrader als je een keer een goede 90s actiefilm wil zien. Goed. Ik ga wel één ding zeggen, reviews geven, ik kan dat echt niet goed. Die mensen van Movie Matters podcast, die kunnen zo goed babbelen over films, maar ik kan dat niet goed.
Het is ook daarom, als ik bijvoorbeeld als ik een foto zet op mijn Instagram, dan zet ik gewoon, ja, het is een goede film of een slechte film. Ik kan daar niet zo een heel uitleg aan geven. Ik kan dat gewoon niet. Je moet daar echt veel verstand van hebben voor zo diep daarin in te gaan en uitleg te geven. Ik kan het niet. Goed, volgende film. Volgende film is met Jean-Claude Van Damme. En Jean-Claude Van Damme. Dus hij speelt een tweelingbroer. Dat is Double Impact. We gaan die een keer intikken. Double Impact. Double Impact. Ja, voilà. Dat is een film van, ook van 1991. Hetzelfde als Showdown in Little Tokyo. Van 1 uur en 50 minuten. Directed door Sheldon Lettig of zoiets. Ja, we gaan een keer kijken. Is hij director van... Ah ja, oké. Wrong Bet. Only the Strong met Mark Dacascos. The Order met Jean-Claude Van Damme. En The Hard Corps met Jean-Claude Van Damme. Dat zijn de bekendste die ertussen staan. Hij heeft in totaal 8 films heeft hij, is hij director van geweest. Dus ja, niet zo echt toptitels. Ja, behalve die een Double Impact en Wrong Bet. Dat zijn misschien... Ik weet zelfs niet of dat Wrong Bet vroeger in de cinema gespeeld heeft. Maar Double Impact, gewoon die originele poster, vind ik gewoon echt de max. Dat de twee Jean-Claude Van Damme zo rug tegen rug staan. Ik vind dat gewoon... Ik ga dat nooit vergeten. Ik zat een keer op een trein als ik nog klein was. Want ja, vroeger dat internet, dat bestond niet. De enige trailers dat je kon zien was op tv. En ja... Ik weet dan nog dat ik in een trein zat, ja, nou waar weet ik natuurlijk niet meer. En er was een heel, heel grote poster van Jean-Claude Van Damme, van die film Double Impact. En ik ga dat nooit vergeten, dat is gewoon voor mij zo'n goeie film. Dat is gewoon, ja, en ik en mijn broer deden dat toen achter. Zo, ik ben Alex in de chat, vechten, ja, jongens. Ja. Goed, dus Double Impact, voor mij super goeie film. Goed. Dan, dat ik ook vorige week gezien heb, dat is met Jamie Bell, dat is Skin. Dat is een waar gebeurde film. Super goeie film ook. Over Jamie Bell hier, die eigenlijk in een soort van koekoeksklan zit of zo. Of ja, al anti-vreemdelingen in Amerika. Hoe noem je dat zoiets? White power. Ja, zo white power toestand. En eigenlijk wil hij eruit geraken. En hij vraagt om hulp aan een zwarte man eigenlijk. Die, in het begin zijn ze eigenlijk tegen elkaar, maar om duur die een zwarte man helpt hem. En hij leert hier, en hier Jamie Bell hier, leert hij iemand kennen. Maar ik ga het even een keer intikken. Voilà. Dus hij leert iemand kennen met 3 dochters en ja, hij wil er gewoon echt uitgaan, maar ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Maar echt voor mij een hele, hele goede, sterke film. Directed door Guy Nativ of He Nativ, ja, ik weet niet hoe dat ik moet uitspreken, maakt niet uit. Een film van 2018, duurt 1 uur en 58 minuten. Ik ga een keer op klikken op die naam van die director. Zo, ja, directed. En andere films. Nee, geen één film dat ik ken. Niks. Ik ga een keer de titels zeggen die erop staan. Er staat op Mabul, Strangers, Offside, Magic Man, Dear God. Nee, niets dat ik ken. Goed, dus Skin voor mij al sinds een aanrader. Goed, en dan zijn we al bij de laatste film. Heb ik gisteren, nee, of hier gisteren nog gezien. Voor mij ook een supergoeie film, waar gebeurt met Joe Cole. Dat is A Prayer, A Prayer Before Dawn. Hoe ambetant is dat? Ik zit hier nu zo typisch. Nu dat ik aan het filmen ben, zit er hier zo een kriebelke. Dus A Prayer Before Dawn, supergoeie film over een jongen die gepakt wordt met drugs in Thailand. En belandt dan ook in de Thaise gevangenis.
En ja, wat hij allemaal meemaakt is gewoon niet normaal. Ik hoop dat ik nooit ten eerste in het gevangen raak en ten tweede zeker niet in Thailand. Want dat is niet normaal. Dus kan ik die naam intikken. A Prayer Before Dawn. Voilà. Dus dat is met Joe Cole, dat is dus deze hier. Voilà. En dat is directed door Jean-Stéphane Sauvière. Of zoiets. En die heeft welke film al gemaakt? Gaan we even kijken. De director heeft... dat ken ik hier wel, maar ik heb het zelf nog niet gezien. Dat is Johnny Mad Dog. Dat heeft hij gemaakt. Maar voor de rest is het ook niet veel. Hij heeft nog maar 7 films gemaakt. Dus ja. Maar dat is echt zeker een aanrader. Ik heb die gekocht in Mediamarkt voor 2 euro. En trouwens, Showdown in Little Tokyo heb ik gekocht via Amazon. Hij heeft zeker 3 maanden weggezeten. Kwam van Amerika. Is wel regiovrij, dus kan hem hier afspelen. En ik moest dan nog een keer... ik denk dat ik 30 euro betaald heb. Ik moest dan nog een keer 16 euro importkosten betalen. Douanekosten. Maar ik heb dan een berichtje gestuurd naar de verkoper van deze Blu-ray. Maar ik weet niet meer, of ik gewoon naar Amazon gemaild. Ik weet het niet meer hoe dat ik het juist was. Maar ik heb wel die 16 euro volledig teruggekregen. Dus, maar ja, het was wel nog altijd, ik denk dat ik 30 euro of zo betaald heb. Dat eigenlijk een beetje veel is, maar ja, hier is dat niet te verkrijgen. En ik vind het gewoon een mega goeie. Voilà, dus dat zijn de 5 titels dat ik gezien heb. Showdown in Little Tokyo, A Prayer Before Dawn, Skin, Double Impact en Bullet to the Head met Sylvester Stallone. Voilà, dat heb ik allemaal gezien. Dat is de video, mensen. Voilà, ik hoop dat je ervan genoten hebt van mijn gezever. En ja, I love to make those kind of videos. Yeah. Ik vind het gewoon... plezant dat ik weer er begonnen ben en echt met mijn passie dat kan deelmelden. Voilà, het is wat het is. Allemaal bedankt om te kijken. Like zeker de video. Abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt ook abonneren op mijn andere kanaal. Dat is PP Blue. Daar maak ik andere vlogs over dagelijks leven. Je kunt me ook volgen op Instagram. Blu-ray Daddy 82. Of mijn andere Instagram official PP Blue. Voilà, dat was het een beetje. Allemaal bedankt om te kijken, like de video en tot de volgende keer. Dus allez, salut!